14 dagen nog niet. Maar wat heb je voor problemen met water dan? Oké, want één week was er, één week niet aan boord op. Ja, welke vis heb je erin zitten? Schatting? Hoe vaak voer je? Heel mooi, dat is niet zo vreemd. Dat is van je vissen die erin zitten. Dat is normaal. Dus wat fijner filtermateriaal, water in plaats van de sponsor. Fijne water. Dan zie je al het verschil. Normaal doe ik het altijd als het water neemt, als het water neemt. Dan moet je twee dingen. Dan moet je twee dingen. Het probleem zit in het feit dat, stel dat jij die vis hierheen brengt en je doet ze hier in de bak, heb je een probleem. Snap je? Want wat wil je daar weer in gaan doen dan? Maar wat voor een vis zit daarin? Als ik te veel gebruik, dan moet hij helemaal weg en ik kan het niet knijpen. De rechterhand had harder ook wel een vlakte gekregen, maar die is niet gelijk. Wij zullen het twee met iedereen weer. Kleintjes. En 20 of 30 zwaardragers. Wat is er op de 5 stuks, niet meer. Kardinaal. Ja. 20 stuks. Hey, kijk eens! Dat er ongeveer 50 vis meer zijn. Die kun je zo niet bij je vis hebben. Zwaardragers zien het zelf van wat je kwijt wilt. Dan neem je mee, dan kom je voor 5 discussen daarbij hebben, dan kijken we wat daar het verschil is. Ja. Ja. Weer afvalstoffen.
Ik ben bang dat mijn Daniel was opeten. Zie je? Stel erop. Neem erop. Ja, dat moet volgens mij een paar